Door de extreme droogte van de afgelopen zomer is er schade ontstaan aan het wegdek van de Waalbandijk in Druten. De droogte zorgde ervoor dat de ingeschatte levensduur van de weg tot het jaar 2020 niet gehaald wordt. Het college van BMW heeft besloten 200 meter aan wegdek te gaan herstellen. Met name de veiligheid voor fietsers was aanleiding voor het college om actie te ondernemen. Het herstellen van de weg gaat 64.000 euro kosten. De werkzaamheden starten in de loop van dit jaar.